komt aan. Donderdag 26 januari is er een informatiemiddag voor ouderen, mantelzorgers en geïnteresseerden... over het gebruik van alcohol en medicatie als u ouder wordt. Het gebruik van alcohol is volledig ingeburgerd in onze maatschappij... en het merendeel van de Nederlanders drinkt regelmatig en vindt dat ook gezellig en ontspannend. Dit brengt over het algemeen weinig problemen met zich mee. Maar dit kan veranderen naarmate u ouder wordt, uw gezondheid en mobiliteit verandert en uw medicatie gebruikt. Op oudere leeftijd verdraagt het lichaam alcohol slechter dan op jongere leeftijd. Hierdoor leidt dezelfde hoeveelheid alcohol tot hogere alcoholwaarden in het bloed, snellere vergiftiging en schade aan organen zoals maag en lever. Alcohol kan de werking van de medicatie versterken, verzwakken of zelfs opheffen. Zo is bekend dat de combinatie van alcohol met slaap- en kalmeringsmiddelen gevaarlijk kan zijn. Alcohol heeft daarnaast invloed op bloeddruk en bloedsuiker en kan een zorgvuldig bereikt evenwicht met daarvoor ingestelde medicatie flink verstoren. Graag wil welzijn Rivierenstroom in Linden u vrijblijvend informeren en eventuele vragen die u erbij u zijn te beantwoorden. U bent van harte welkom op 26 januari vanaf 2 uur in de middag bij Welzijn aan de Voorstraat 8 in Linden.